De opdrachtgever die wil hier komen stationen, hier staan bestaan een stationnetje, dat is bij het lange weegje, daar weet je waar. Dat was Johnny Hoogerland te wonen. Ja. Daar hebben we hier een nieuw lagen, hier een passing onder deur. Over een paar maanden ziet het leven van wielrenner Marco Minnaert er ongeveer zo uit. Veel luisteren naar pa Minnaert, zodat hij over een tijdje het bedrijf zelf kan gaan runnen. Het is met de paplepel ingegoten. Ik weet nog dat ik als klein jongetje de eerste dag meeging om stickers te plakken op het materiaal. Dus ik weet eigenlijk niet beter. En het is ook altijd mijn ambitie geweest om hier verder te gaan. Op 30-jarige leeftijd vindt Minnaert het dus tijd om zijn wielerfiets in de kast te zetten en zich te gaan richten op het leggen van kabels en leidingen. Want dat is wat zijn ouders al een groot deel van hun leven doen. Wat ik heb gezien en gehoord van andere ondernemers bijvoorbeeld, dat een eigen bedrijf bijvoorbeeld ook topsport is. Het is natuurlijk het bedrijf van mijn ouders en ik hoop ooit in de toekomst misschien het over te kunnen nemen. Maar het zal zeker aanpoten zijn en hard werken zijn. Maar eerst nog een paar maanden bikkelen op de fiets. Zijn kantoor wacht al op hem en ook Minnaert kijkt uit naar zijn wielerpensioen. Het geeft me gewoon veel meer tijd om bij mijn familie te zijn. En dat is natuurlijk iets waar iedereen naar uitkijkt, denk ik. Dus dat is voor mij ook zo.